Duco Eikelenburg, zeg ik het goed? Ja, van Eikelenburg. Van Eikelenburg, ja, ik dacht wel dat ik daarvan vergat. En met Duco, ja. We staan gewoon nonchalant het laatste pukje te roken. Je bent bijna klaar met je dienst bij 77. Prachtig café. Maar morgen ben je op de nationale televisie. Wat is dit nou in godsnaam voor verhaal? Vertel. Ja, ik ben in november mee geweest met het Auschwitz-comité. En daar ben ik naar de Holocaust, naar de nazi-kampen, vernietigingskampen geweest. En morgen mag ik daar mijn verhaal vertellen aan alle mensen. Dus, staan we dan op de Dam of wat gaat er gebeuren? Nee, het Wetheimerpark, dat is waar ook het Jan Wolkens monument is. En daar gaan wij even spreken van hoe wij proberen te voorkomen dat de Holocaust in ieder geval nooit meer gaat voorkomen. En daar ben ik als jonge ambassadeur voor uitgenodigd. Ja, maar waarom ben jij daar een ambassadeur van? Omdat ik zelf natuurlijk geschiedenisleraar in wording ben. En zelf gewoon heel veel affiniteit met Joodse volk heb. Zelf niet Joods ben, maar gewoon ik vind het heel interessant hoe dat is gekomen en hoe mensen dat elkaar kunnen aandoen. En vanuit dat perspectief wil ik ook gaan werken. Dus de jongeren een beetje bewustzijn maken van waarom we bepaalde dingen doen en waarom wij niet bepaalde dingen doen. Dat is de andere kant van Duco, want ik ken jou gewoon als baanman, maar dat is nog een andere kant. En je staat ook nog in, je komt ook nog in een blad. En je komt ja, nog in het 4-5 mei blad sta ik ook in met mijn kopie en met Freddy Verbeet. En ook kom ik op het NOS met een interviewtje. Fantastisch, dus, man. Ik zeg Duco, jij bent een stap, man. Ja, dankjewel. Dank je wel, man.